Het is wel heel warm, heb ik al ondervonden. Een profsporter, 100% beroeps, en die komt naar Olympische Spelen. Ja, misschien eigenaardig, maar voor mij niet. Het is ook de eerste maal dat het zo is, hè. Dus het is voor ons ook vrij nieuw. Maar voor mij de laatste keer, zeker in mijn carrière, dat ik kan meemaken. En zeker met beide handen nemen. Het is een eerste Olympische Spelen voor profcoureur. En het is een vraagteken een beetje voor iedereen. Is het een eer voor jou? Natuurlijk. Ik denk een Olympische Spelen is in een keer op 4 jaar. Misschien in mijn carrière nog een keer of twee. Dan het is een eer, zeker en vast. Voor de sponsors is het eigenlijk niet interessant, want we mogen geen reclame maken op de Olympische Spelen. Dus, maar sportief gezien blijft het natuurlijk het grootste sportevenement die er bestaat. En voor een atleet deelnemen is eigenlijk al iets. En als er dan nog een medaille bij komt, is natuurlijk iets altijd mooi voor het palmarès. Ik hoor dat je de Olympische les goed geleerd hebt. Ja. Ik denk dat het een beetje de eer is. Hè. Het wereldkampioenschap hebben ze ook voor een medaille dat gerijd. Dus, automatisch als je een medaille wint, gaat de commerciële waarde toch naar omhoog. Hè. Mogen we voortaan Eddy blijven zeggen? Alleszins, ja zeker. Baron Merckx is alleen maar voor de identiteitskaart. Ja, waarschijnlijk wel, maar voor mij is dat geen probleem. Bent er toch gelukkig mee? Alleszins, ik ben er fier op en ik denk dat het een mooie beloning is. Maar je moet rustig blijven. Hè. Een groot kampioen ook nu nog. Dadelijk nog meer Belgen.